150 plekken voor asielzoekers per veiligheidsregio. Dat is de opdracht voor de komende 3 weken om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. In juli moet er een structurele oplossing zijn. Dat hebben de burgemeesters in het Veiligheidsberaad met elkaar afgesproken. Alleen maar spreiden over het land gaat niet werken. Er zitten in die overvolle centra heel veel veilige landers, dus eigenlijk economische vluchtelingen. En ik denk dat het heel belangrijk is om die economische vluchtelingen centraal zo snel mogelijk eruit te ziften. Hè? En dan krijg je ook dat je voor de spreiding, dat je er meer draagvlak voor krijgt. En als je hier niet strikter bent in wie uiteindelijk hier mag blijven, dan zul je alleen die stroom groter zien worden. Want als in Denemarken strenger worden en in andere landen, dan komt men hier naartoe. Dus het is geen oplossing om te denken dat je met extra bedden dat je het probleem oplost. Toch is dat precies wat er de komende 3 weken in ieder geval gaat gebeuren. 150 plekken per veiligheidsregio. Hoe denkt u daarover? Kijk, die 150, dat zal het probleem niet zijn voor de regio's. Maar wat je ziet, we hobbelen van crisis naar crisis naar crisis. En iedere keer worden gemeenten weer overvallen. Wat je eigenlijk zou moeten doen, en dat hoor ik meneer Latte ook zeggen, is een plan maken voor de lange termijn waarin je dit probleem oplost. Ja, en hoe heeft u dat voor zich dan? Hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, waar je mee zou moeten beginnen is dat je als gemeente samen met elkaar kijkt hoeveel willen we opvangen en vooral hoeveel kunnen we opvangen. Zonder dat al te politiek te maken, maar door gewoon realistisch te kijken naar wat kunnen wij als land aan. Ook als je het hebt, we hadden het over de stijgende woningprijzen, woningtekort. Dus wat kunnen we als land? En op het moment dat je weet wat je kan, dan ga je daarop sturen, op die aantallen, en dat vervolgens slim verdelen. En ja, daar hoort dan ook bij dat je mensen die geen recht hebben op asiel snel uitzet. Ja, toch moeten we voor de korte termijn wel ook iets regelen. Stel dat ze zeggen, nou meneer Jajan, we gaan uw plan overnemen, dan is dat ook nog niet zo geregeld en dan komen er morgen ook nog steeds nieuwe asielzoekers bij. Dus hoe zouden we dan het komende jaar het voor elkaar moeten krijgen dat die mensen toch een plekje krijgen? Want u heeft het over, we moeten afspreken hoeveel mensen dan, maar voor Oekraïners staat de deur open en voor andere asielzoekers is het niet mogelijk om hen op te vangen? Nou, de Oekraïense vluchtelingen, dat zijn mensen uit de regio. En ook als VVD zeggen we altijd, wij zijn voor opvang vanuit de regio. Dus dat hoort en dat is een plicht die je ook hebt. We zien ook dat het vooral gezinnen zijn en dat er ook heel veel draagvlak voor is. Dus daar zit het probleem niet. Maar waar het probleem met name in zit, is dat ook heel veel mensen hier naartoe komen die geen recht hebben op asiel. En dat er hele grote aantallen zijn. Ja, maar ik snap dat u zegt, daar willen we dan iets aan doen. Dat horen we van de VVD vaker. Maar ze komen nou eenmaal hierheen. Mm-hmm. Het is niet gelukt om buiten de grenzen van Europa die grote aanmeldcentra neer te zetten. Dus ze komen hier en dan moeten we iets met die mensen. Mm-hmm. En we hebben ook nooit met elkaar gezegd van dit is het maximum aantal wat wij kunnen. Dus ik heb nog nooit gezien dat als gemeente dat we bij elkaar zijn gaan zitten en hebben gezegd, even los van onze politieke overtuiging en onze idealen, maar wat is het dat wij als land kunnen. Tegelijkertijd, ik snap ook wat je zegt op de korte termijn. Nou, ik denk dat je dan 2 dingen kan doen. Eén is dat je voor kleinschalige opvang gaat. Want je ziet dat het COA, die wil nu vaak grote AZC's. Terwijl gemeenten juist zeggen, nou doe maar wat kleinschalig. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zie je dat heel veel AZC's vol zitten met statushouders. Dus mensen die recht hebben om in Nederland te blijven, maar niet doorstromen vanuit AZC naar een gemeente. Ja. Heel veel gemeenten plaatsen die niet. Ja, dan moeten natuurlijk ook woningen zijn. Ook weer iets voor dat de lokale politiek. Dat zou je met flexwoningen bijvoorbeeld kunnen doen. Dus tijdelijke woningen die je heel snel neer kan zetten. Er zijn ook heel veel gemeenten die dat doen, dus die staatshouders wel huisvesten. Ja. En als alle gemeenten dat zouden doen, heb je ook veel meer ruimte in die AZC's. Is dat een oplossing, Jean? Het is een lastig verhaal. Ik denk waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben. En ook hoe jij erover denkt. Van, we hoorden Latte zeggen van er is een probleem met economische vluchtelingen. Mensen die eigenlijk kansloos zijn in termen van dat ze asiel zullen krijgen. Nou, ik volg het nieuws al heel wat jaren. Maar die discussie wordt ook al jaren gevoerd. Mm-hmm. En ik heb niet de indruk dat daar echt een oplossing voor is gevonden. Dus hoe zou je dat nu kunnen oplossen? Nou, wat je daarvoor eigenlijk zou moeten doen is dat je buiten Nederland op een andere plek gaat kijken. Mogen mensen naar Nederland komen? Ja of nee? En op het moment dat ze niet mogen komen, dan laat je ze dus ook niet naar binnen. Nu beoordelen we dat in Nederland. En als ze dan niet mogen blijven, dan is het lastig om ze uit te zetten. Mm. Je zou dat beter buiten Europa kunnen beoordelen. En als ze dan niet mogen komen, ja, dan hoef je ze ook niet eruit te zetten. Maar vind je dat niet ook? Want tegelijkertijd, we hebben eerder item in dit programma is geweest dat er enorme tekorten op de arbeidsmarkt zijn. En eigenlijk laten we nu de migratie laten we eigenlijk een beetje over in Europa aan de asielketen van mensen die dan op die manier binnen weten te komen, die kunnen dan eventueel een plek veroveren. Er is tegelijkertijd wel behoefte aan mensen. Dus betekent dat niet ook dat je serieuzer moet kijken vanuit Europees perspectief, denk ik dan, Nederland, naar die economische migratie. Om die groepen uit elkaar te halen, als het ware.
Nou ja, we zagen ook dat Oekraïnse vluchtelingen die hier naartoe komen, dat die al meteen kunnen werken en ook graag willen werken. Dus dan zou ik zeggen, dat zijn de vluchtelingen uit de regio. Laten we eerst kijken of we hen dan aan het werk kunnen krijgen. Maar die gaan misschien ook binnenkort weer terug, hè, als de oorlog een keertje Dat zou kunnen. En tegelijkertijd, en dat vergeten we heel vaak, maar er zijn ook nog heel veel mensen in Nederland die niet werken. Heel veel mensen die nog in de bijstand zitten. We kunnen ook kijken of we die misschien aan het werk kunnen krijgen. Ja, maar dat vind ik altijd, ik bedoel, het argument is natuurlijk vaak aangebruikt, maar daar rekenen we ons toch een beetje rijk mee. Omdat de mensen die, zeg maar, die in deze fase van de arbeidsmarkt nog steeds langs de kant staan. Daarvan, bij een groot deel van moet je afvragen of we die überhaupt nog echt aan het werk kunnen krijgen. Nou, sterker, vorige week nog een onderzoek dat werkgevers ook niet staan te springen om die mensen. Omdat ze dan zo'n gat op hun cv hebben dat ze zeggen, nou dan liever bedrijfsverliezen dan dat we zo iemand aannemen. Ja, maar dat is natuurlijk lastig. Maar als je iemand vanuit duizenden kilometers verderop haalt, dan zit er natuurlijk ook van het Nederlands perspectief een gat op het cv. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen, al die mensen in de bijstand, ja, die schrijven we dan eigenlijk af. Ik vind dat echt te makkelijk. U bent zelf kind van gevluchte ouders. Maakt uw achtergrond het makkelijker of moeilijker om kritisch te zijn op de asielopvang? Ik zie het vooral als een voorrecht dat ik hier ben. Ik ben er heel erg dankbaar voor. Heel blij dat ik in Nederland mag zijn. En daarom voel ik ook de plicht om Nederland mooi te houden zoals dat die is. Ja, en u heeft dus ook inzicht in hoe het